We hebben je gemist. Ja, ik jullie ook. Kun je even vertellen van, voor de mensen die het niet weten, wat had je precies? Want je bent er een tijd niet bij geweest. Nee, eerste training na het WK op de club heb ik een botsing gemaakt. Klap op mijn hoofd gehad en daarna een hersenschudding. Ja, normaal gesproken duurt dat een dag of 10 en dan ben je er wel weer bovenop. Bij mij duurt het eigenlijk langer en dan weet eigenlijk niemand hoe lang het gaat duren. Het heeft een aantal maanden geduurd. Nu is het totaal 8 maanden geleden dat ik voor het laatst bij was. Met welke verwachtingen ben je hier naartoe gekomen? Een spannend toernooi. Ik weet wel dat mijn rol nu anders is. Als je 8 maanden er niet bij bent, dan is het normaal dat je niet direct in de basis komt te staan. Helemaal niet voor zo'n belangrijk toernooi. Sari heeft het goed gedaan in de tijd dat ik er niet was. Dus er is geen reden direct om te gaan wisselen. Dus ik heb een beetje een andere rol dit toernooi. Maar ja, ik wil gewoon graag met dit team naar de Olympische Spelen. Dus dat is het enige doel. Je weet wel als geen ander hoe het is om die alles of niets weken mee te maken. Play-offs voor het EK, play-offs voor het WK. Kom je dan toch met een ander gevoel hier, met andere kriebels in je buik? Ja, nee, het is gewoon gelijk zo'n belangrijk toernooi. Ik ben er dan weer voor het eerst weer bij. En is gelijk, moet gelijk gebeuren. Maar dat maakt je wel extra scherp. En ik ben er wel klaar voor. Je weet ook als geen ander hoe het is om feest te vieren naar dat soort momenten. Als we het halen, gaan we dan weer zo'n mooie jump zien op het veld? Ja, dat denk ik wel. Kun je op rekenen.